Op verschillende plaatsen in ons land worden sinds kort skateboardwedstrijden georganiseerd. Onderdeel daarvan is de slalom, waarbij het erom gaat zo snel mogelijk alle op de baan geplaatste pionnen te passeren. Zoals altijd blijkt ook hier dat oefening kunst baart. Want er zijn er die op het plankje met wieltjes met gemak de moeilijkste figuren laten zien. Daartoe behoort ook de handstand. De wedstrijdjury beoordeelt hoe de verplichte figuren worden uitgevoerd en geeft daarvoor punten. Vrij nieuw zijn de oefeningen in de halve pijp. De deelnemer moet proberen zo hoog te komen dat tenslotte twee wielen boven de rand uitkomen en dat zo vaak mogelijk. Dat vereist niet alleen veel lef, maar vooral ook een goede timing. Met name als het op rolschaatsen gebeurt, want dat mag ook. Nog meer punten zijn er te behalen door degenen die in de draai ook de achterwielen boven de rand brengen. Skateboard is bezig zich van een straatspel te ontwikkelen tot een boeiende sport.